rustig en dan... Oh nee! Nieuwe dag aangebroken. Tof dat jullie allemaal kijken naar deze vlog. Mijn naam is Enzo Knol. I have a special thing for you. Wow. It's a special wentelteef. It's a special wentelteef. Wat een very nice surprise from day. Yes. Oké. Okay. So, if I'm going to vlog in English, this is my accent. Jij wil echt graag suikerziekte, hè? Hou nou eens op. Dit valt echt wel mee, hoor. Kijk dan, schat. Kijk naar jezelf. Let op jezelf. Kijk nou dan. Ja, kijk dan. Ik schoot een beetje uit. Ik schoot uit. Oh, wil je suikerziekte of zo? Kijk dan. Begin de dag goed met een wentelteef. Ik heb onverwachts heel erg leuk nieuws gekregen. Maar dat betekent wel dat ik ongelooflijk veel in één keer allemaal op één dag moet doen. En dat is dus vandaag. Dus je zou kunnen zeggen van, yo Enzo, ga je nou alweer eten? Maar we zijn dus nu al in de avond... En ik ben de hele dag in mijn studio geweest, alleen maar bezig met opnemen, opnemen, editen, opnemen, editen, opnemen. En zo gaat het maar de hele tijd door. Dee is zo lief om goed voor mij te zorgen. We zijn nu met z'n tweetjes even in de keuken. Zijn wij wat lekkere dingetjes aan het maken. Hier hebben wij tomatensoep. Dat vindt Dee niet zo heel erg lekker. Nou, ik vind die vies, maar ik vind champignonsoep lekker. Ja, dat is meer jouw dingetje. Ja. Champignonsoep. Misschien ook omdat ik tomatensoep vroeger zo lekker vond en zoveel heb gegeten. Oh ja, dat is nooit zo goed. Als je iets wat je lekker vindt, heel veel eet. Nee. Dan wordt het vanzelf niet zo lekker. Dat had ik bijvoorbeeld met gekleurde muisjes. Ja. Oh, dat heb ik zoveel gegeten. Ja. Of gewoon van die muisjes die je krijgt, weet je wel, als een jongetje of meisje geboren wordt. Ja. Dat heb ik ook wel eens gewoon echt constant, gewoon maandenlang achter elkaar op brood gegeten. Dat is ten eerste niet heel goed voor je trouwens. Maar daarnaast, je wordt op een gegeven moment helemaal spuugzat van. Maar goed, daarnaast hebben we nog ragout. En we hebben dan in de oven hier van die lekkere ragoutbroodjes. Of ja, wat zijn het eigenlijk? Hoe kun je dat noemen? Wij noemen dat ragoutbakjes. Oh ja, ragoutbakjes hebben we. Daar gieten we straks dat ragout in. Dus het is een beetje een stressvolle dag voor mij. Maar de aankomende 3 dagen ben ik in het buitenland. En komen er echt hele onverwachte zieke vlogs aan. En morgenochtend gaan we ook nog iets heel leuks doen. Jullie gaan het allemaal zien. Maar voor nu, ik heb heel veel trek. Als je heel veel doet op een dag, krijg je heel erg veel snel trek. Heel erg veel snel trek. Mm-hmm. Je krijgt gewoon sneller trek. Ja. Zoals elke dag kijk ik heel erg veel op Twitter. En reageer ik ook redelijk vaak. En toen kwam ik een tweet tegen met een filmpje erin. En dat is van de volgende persoon. Nu word ik dus echt even flink uitgedaagd, hè. En ik ben heel erg benieuwd of ik dat ook kan. Dus laten we het proberen. In ieder geval een poging doen, oké? Okay? Ik krijg hem al geen eens op mijn voet. 1, 2. Wow, dat was mijn allereerste poging. Ik denk dat het wel gaat lukken. Ja, oké, dat gaat lukken. Nu rustig, rustig jong leren. En dan verpest ik het. 1, 2. Oké, okay, rustig jong leren. Rustig en dan... Oh nee! Ik raak hem helemaal kwijt. Hoe? Er waren 2 ballen en toen gebeurde er dat. Wow, dat is moeilijk hè. Met 2 ballen en dan opgooien en dan de ander weer vangen. Oh, daar moet ik echt op oefenen. Zie je? Wow. Je gooit ze heel snel tegen elkaar. Oké, laatste poging. En daarna ga ik het pas weer laten zien als ik het kan. Oh, ik heb hem nog onder controle. Ik heb hem nog. Oh, yes, dat was hem. Lekker. Oh, tenminste, volgens mij was dat gewoon precies hetzelfde zoals in het filmpje. Ik hoop het. Zo niet, dan een beetje awkward. Maar goed, ik word steeds beter in jong leren. En dan doen we nu de ragout in de ragoutbakjes. En dat hoeft helemaal niet zo precies te zijn, want het is heel moeilijk om dat allemaal zo erin te krijgen. Ja, een beetje lekker veel of zo. Ja, hoppakee. Dat is echt een aanrader. Ik wist eerst helemaal niet wat het was, precies het ragout.
Maar het is echt, echt heel erg lekker. Ook al ziet het er niet zo lekker nasty uit. Ook. Het heeft wel een beetje wat weg van champignonsoep eigenlijk als je ernaar kijkt. Beetje dikker. Ja, het is wel dikker, maar dat is juist veel lekkerder. Lekker even een rustpauze. Oh, dat is een beetje dubbel op, hè? Rust en pauze. Nou, lekker even een rustmomentje. Gaan we even een aflevering kijken van de Unbreakable, Kimmy Schmidt. Zo leuk. Ja, dat is cute, hè? Ja, zo leuk. De koffer is ingepakt, maar ik zit in mijn hoofd helemaal te stressen van... Oh, als ik maar niks vergeet en dat nog en dit nog en zus nog. En ik kan eigenlijk nog niet mijn tassen helemaal inpakken. Want altijd op het allerlaatst neem ik mijn toetsen... Nee, niet mijn toetsenbord, mijn muismat, mijn muis en mijn headset nog mee. En ja, die moet ik nu nog gebruiken. Ik ga ook meteen het raam dicht doen en het rolgordijn naar beneden. Want ik ga alweer opnemen. De zoveelste vandaag. But we keep going. Let's go. 6 hours later. Oké, ik neem mijn woorden terug. Toch niet. Ik ben er helemaal klaar mee voor vandaag. Ik heb ook echt koppijn omdat ik gewoon de hele dag naar een Siercom-al gewoon amper heb mijn woorden. Omdat ik de hele dag naar een beeldscherm heb gekeken. Ik ben er echt helemaal klaar mee. Maar de aankomende dagen worden echt hele vette, gave avonturen. Dus ik weet dat dit, gewoon uit mijn hoofd zo eventjes, denk 6, 7, misschien 8 minuutjes vlog is. Is een hele korte vergeleken tenminste met wat ik altijd doe. Er zijn wel vloggers die maken hem 6, 7, 8, soms 9 minuten. Maar die van mij zijn meestal wel 12 minuten of langer. Dus deze is een beetje kort. Maar goed, zoals ik net al zei, er komen een paar gekke avonturen aan de komende dagen. Dus hopelijk hebben jullie daar heel erg veel zin in. Ik in ieder geval wel. Ik zou zeggen, doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden om op de hoogte te blijven. En dan zeg ik...